fantastisch, hè. 600ste wedstrijd en dan winnen op Brugge. Vorige week hadden ze mij gezegd, volgende week speel je 600ste op Brugge. Dan had ik zoiets van, hey, op Brugge, we gaan hier toch geen afstraffing krijgen of zoiets. Een slecht souvenir. En ongelooflijk, hè. Het was spanning van begin tot einde, denk ik. Ja, als je hier komt, dan weet je het, hè, met dat publiek erachter, dat het heel moeilijk wordt. Maar ik denk dat we echt het goed hebben gedaan, allemaal samen. Moeilijke momenten stonden er. En ik denk dat het al bij al wel verdiend is. Belle victoire. On sait que c'est compliqué de venir jouer ici. Notamment avec, avec la pression des supporters. Mais on a réussi à rester dans le match, rester concentré. Et puis je pense que la victoire est méritée aujourd'hui. Ik denk dat we een heel goede wedstrijd spelen. Iedereen was top, alle 11. En hebben ook een beetje geluk gehad natuurlijk, maar als je wint op Brugge moet je altijd een beetje geluk hebben. Maar al bij al hebben we wel verdiend gewonnen. En tout cas le VAR, quand vous gagnez vous dites qu'il est utile, quand vous perdez les gens vont dire qu'il est pas utile. Mais je pense que pour le football, faut aussi lui laisser du temps, mais avec le temps ça va aller plus vite parce que les décisions c'est vrai qu'elles sont un peu longues. We hebben meer kansen gecreëerd, we hebben meer de bal gehad, dat weet ik niet, dat moet ik nog bekijken. Maar we hebben meer kansen gehad, open kansen zelf, twee open kansen. Dus ik denk wel dat we verdiend winnen vandaag. Dit jaar is het natuurlijk zo dat alle grote ploegen erin zitten. En dan kan je wel eens één week winnen, dan sta je weer boven en kan alles weer. En dan de volgende week verliezen en is het gedaan. En we hebben deze play-offs al veel meegemaakt. Nu is het aan ons om donderdag er opnieuw te staan. Hè, want het zou jammer zijn als we hier winnen en dan thuis niet de drie punten houden. Dat zou jammer zijn. Wij praten nog niet over de titel. Ze hebben alles in handen. Het zou verkeerd zijn om over de titel te praten als je niet alles in eigen handen hebt. Dus je moet rekenen op deze ploeg. Dan moet je ook nog alles zelf winnen. Dus we moeten gewoon rustig blijven en proberen te winnen donderdag. Faut pas oublier d'où on vient. La saison a été très perturbée pour nous. Il reste les favoris au titre. Nous, on est venus ici, on a fait un résultat, tant mieux pour nous. Maintenant, on va bien récupérer, pense au match de jeudi.